en welkom bij een nieuwe video van Peetje's Haakhobby. Deze video is de maandvlog van juli. Voor degene die zich afvraagt, waar is de maandvlog van juni? Die is er niet. Wie de meivlog heeft gezien, die heeft kunnen zien dat die erg laat online was gekomen. Ik kwam er maar niet toe om hem te bewerken. Dat was al ergens halverwege juni of zo. En ik kwam ook niet aan toe om te filmen in juni. Dus ik denk, slaan we die maand gewoon over. Maar nu wel weer oppakken. Dus dit wordt de maandvlog van juli. Wat jullie hier onder andere kunnen gaan zien is natuurlijk weer de temperatuurdeken. Die zal ik er trouwens daar wel nog even bij pakken om te laten zien hoe die in juni is geworden. Natuurlijk de filet van tessenkool waar ik nog steeds aan bezig ben. Al zal ik er in deze video niet heel veel aandacht aan besteden, omdat ik daar aparte video's van maak. Mocht je het nog niet gezien hebben, linkje staat beneden in de video's. Wat heb ik nog? Ik probeer ook nog wat letters van de letters en cijfers call van Maak met Miranda te maken. Ik heb er in juni ook nog twee gemaakt. Die komen aan het eind van de video bij de foto's wel erbij. Daar probeer ik nog aan te werken. Het is juli. Komt een pakketje van Yarnibox. Tegen de tijd dat deze video online komt, staat al lang de unboxing daarvan online. En ik ga ook proberen om die Yarnibox te maken. Dus dat zul je dan ook nog in deze video terugzien. Ik wil nog een nieuw projectje beginnen misschien. En nog wat oude projectjes proberen af te werken. Maar dat zien jullie dan vanzelf in de video. Ik ga nog even de temperatuurdeken erbij pakken om te laten zien hoe ver het is. En wat er verder nog deze maand komt, gaan jullie vanzelf zien in de video. Hier is dan de temperatuurdeken. Even kijken vanaf deze groene lijn hier. Tot aan boven is juni. Het is één keer heel warm, één dag heel warm geweest, zoals jullie kunnen zien. Die kleur komt er één keer in. Dit is de deken tot nu toe. Ik vind hem echt heel leuk worden. Echt een leuk effect zo. En dan ben ik eens benieuwd of we in juli nog wat meer naar de roodtinten kunnen gaan. Er is een pakketje aangekomen. Een pakketje van Janice Eve. Ik heb daar wat garen besteld voor een nieuw project waar ik aan wil beginnen. Dat project wordt een verrassing voor iemand, dus ik ga ook nog even niet zeggen wat ik precies ga maken, want ik weet niet of diegene deze video kijkt. Waarschijnlijk niet, maar ik wil het risico niet lopen. Maar ik heb hier dus het garen voor dat project besteld en dat wil ik even samen met jullie uitpakken. Dit is dan het pakketje. Je wordt natuurlijk al helemaal vrolijk van de verpakking. Een leuk roze zak. Hier een sticker met Open Me With A Smile. Dit heeft Janice Eve er zelf opgezet. En aan de achterkant staat Do Small Things With Great Love. Ergens openmaken. Ik weet natuurlijk wel wat erin zit. Ja, als je garen bestelt online, is het natuurlijk altijd nog een kleine verrassing hoe het er in het echt uitziet. Eens even kijken. Is dit? Geniet van je aankoop. Ik heb gigantisch genoten om het voor je in te pakken. Dank je wel dat ik dit feestje mocht vieren. Hopelijk mag het een uitpakfeestje voor jou nu zijn.
Nou, wat een leuk kaartje. Kijk, hier een gelukspoppetje. Hartstikke leuk. Met liefde verpakt. Echt heel leuk. Eens kijken wat hier al in zit. Want ik heb een kaartje dat heel huids af kan krijgen. Flink wat plakband op, maar het is gelukt. Eens kijken, wat zit hier allemaal in, zeg? Een kaartje van Muut. Met Janice Eve. Oh ja, die is grappig. Die heb ik altijd op internet al voorbij zien komen. Emoticons voor hakers. Die is grappig, ja. En hier nog een kaartje. Create love with yarn. It binds. Much love van JaniceEve.be. Het is inderdaad een webwinkel in België, maar zoals ik begreep woont zij ook dicht bij de Nederlandse grens. Dus pakketjes voor Nederland kan zij gewoon in Nederland versturen, waardoor ze toch nog snel aankomen. Wat is dit? Een wierookstokje. Lekker. Ja, die ruikt heerlijk. En een pen. Wat een leuke verrassingen er allemaal bij. Dit is natuurlijk ook handig. Thee en een koekje. Voor tijdens het handwerken. Nog meer kaartjes. My problem is not that I buy too much yarn. It's just that I shop faster than I crochet. Ja. Lekker genieten van Janice Eve. Heel veel haakplezier van Vonne. En Vonne is dan Vonne van Vonne's Creaties. Hartstikke leuk. Oh, hier nog een kaartje. I crochet so I don't kill people. Save a life, send yarn. Ja, die is ook leuk. Nou, hartstikke leuk, die kaartjes erbij. Nog Hello Crochet Time. Enjoy the party. En wat is dit dan nog? Ik denk een lekker zeepje. Ja, ruikt in ieder geval heerlijk. Dan nog een mooie grote paperclip. Daar kun je ook altijd leuke dingen mee maken. Goh, ik denk bestel wat garen, dan krijg je er allemaal zoveel extra's bij. Hartstikke leuk, zeg. Voor mensen die ook eens rond willen neuzen op de webshop van Janice Eve, de link staat beneden in de beschrijving. En dan nu datgene wat ik besteld heb. Ik heb ook weer Open Me with a Smile. Mijn excuses voor het gekraak. Ja. Dat is inderdaad wat ik besteld heb. Het is...
Hawaii 4. Het is, ik heb geen ervaring met het garen. Het is 60% katoen en 40% acryl. En zoals gezegd, ik heb daar een bepaald project mee voor ogen en ik wilde gewoon eens uitproberen. Van Lamy Yarns is het. Hoe dit haakt, hoe dit uit gaat vallen. Maar als ik het zo zie, denk ik wel dat het de juiste keuze is geweest. Volgens de beschrijving is het geschikt voor een naad 4 tot 4,5. En 50 gram is ongeveer 110 meter. Goed, mocht ik deze maand nog toekomen aan dat project, dan krijgen jullie vanzelf wel te zien wat dit gaat worden. En anders moet je even afwachten tot de volgende maand. Dus 5 bolletjes. 2, dit is eigenlijk de hoofdkleur. Dit is een, goed, een donkerbruin. Het lijkt zo een beetje zwart, maar het is donkerbruin. Een grijs en een roze. Ja, zoals ik al zeg, dan denk je wat garen te bestellen. Dan krijg je er een heel verrassingspakket bij. Hartstikke leuk. Ik ga snel weer aan de slag met mijn andere projecten, zodat ik ook snel aan dit project kan gaan beginnen. Even iets helemaal niet haakgerelateerd, maar we hebben nou zoiets gaafs gedaan vanavond. Ik zal zo een paar foto's laten zien. Maar het was volle maan. En niet zomaar volle maan, het was supermaan. Dus we zijn gaan suppen. We zijn rond 9:30 vertrokken met de sup. Hadden we eerst een prachtige zonsondergang. En zo rond 10:45 kwam de maan tevoorschijn. Nou, het was weer zo mooi licht op het water. Echt geweldig. Echt super om zoiets eens mee te maken. En dat wilde ik jullie toch ook heel even laten zien. Met mijn temperatuurdeken. Deze kleur is op. Dus die moest ik opnieuw bijbestellen. En toen dacht ik eerst van, ik wacht even tot ik nog andere dingen nodig heb om te bestellen. Om nog één bolletje wol te gaan bestellen. Maar ik heb op dit moment zoveel projecten lopen. Waar ik allemaal materiaal voor heb, dat ik eigenlijk niks anders hoef te bestellen. Dus dan toch maar een bestelling voor één bolletje wol gedaan. En als het goed is, zit die hierin. Ze doen hem vacuüm verpakken, wat als voordeel heeft dat het dan makkelijk door de brievenbus past. Het is de kleur terneuzen die ik op had. Dus ik ga hem nu snel aanhechten en dan kan ik weer verder met mijn temperatuurdeken. Ik heb weer zitten werken aan de letters van Miranda. Van Maak het met Miranda. Van de cijfers en letters call. Ik heb nu de M klaar. En de T. Elke keer als ze klaar zijn, denk ik... toch wel echt leuk. Dus vooral dit middenstuk ertussen haken is echt wel veel werk. Het is meer werk dan de letter zelf haken. Sowieso eerst om die hele band überhaupt te haken. Maar dan moet ik nog
aan twee kanten vastgezet worden. Maar als je dan klaar is, denk ik van ja, wel echt gaaf. Ik durf eigenlijk uit mijn hoofd nu even niet te zeggen hoeveel letters ik precies klaar heb. Kom ik op het einde van deze video nog op terug. Maar deze twee zijn in ieder geval weer klaar. Inmiddels is de maand juli weer tot een einde gekomen. En is het dus ook tijd om een einde te maken aan deze maandvlog. Ik had jullie al laten zien dat ik letters had gehaakt. Maar ik had beloofd dat ik nog even alle letters zou laten zien die ik tot nu toe gehaakt heb. Dat is de C. De J. De K. De L. De M. En de T. Dus dat zijn in totaal 6 letters. Ik ben al een redelijk weg op eind met de E. Daar heb ik het middenbandje en één kant van de E. Dus dan moet alleen de tweede kant van de E nog. En dan heb je die ook klaar. Maar ik heb er nog aardig wat in te halen. Die letters zijn dus van Maak het met Miranda. Uiteraard zet ik een linkje onder in het filmpje. En het is een hele call, want cijfers en letters, dus de cijfers die komen ook nog. En in het begin heeft ze er een paar heel vlak achter elkaar gehad, nu heeft ze er ongeveer eentje per week. Ik kan niet altijd meteen meehaken, daarom loop ik ook achter, maar het is natuurlijk ook geen moeten, hè. Het is gewoon leuk om mee te doen. Ik vind het eindresultaat steeds heel leuk. Dus ik wil ze uiteindelijk wel allemaal. Maar ja, wanneer dat dan zal zijn, daar komen we vanzelf wel achter. Dan had ik deze maand ook nog de Yarny Box binnengekregen. Daar ben ik aan begonnen. Het wordt een lampenkap. Ik geloof dat ik nu aan het derde bolletje bezig ben. Als ik het even zo in mijn hoofd zeg. En ik zie nu dat ik hier geen steekmarkeerder in heb gedaan. Dat is ook niet zo handig. Dat haal ik even doen. En het zijn iets van 7 bolletjes die we in totaal op moeten haken. Dus ik heb ook hier nog wel wat te doen. En ik dacht eerst, oh, het is misschien leuk voor in de caravan. Maar wordt die toch een beetje groot voor. Ik ben nu op een punt gekomen dat ik alleen nog maar rechtdoor hoef te gaan, zeg maar. Toen was het elke keer een herhaling van een aantal toeren en dan werd er geminderd. Want je ziet ook dat die schuin toeloopt. Maar als het goed is, is het minderen nu klaar. En hoef ik alleen maar steeds die ik geloof niet van 4 of 5 toeren zijn dat te herhalen. Op zich geen heel moeilijk patroon om te doen. In het begin vooral even goed tellen. Maar wel heel leuk. Dus die is ook nog niet klaar. Jullie is een beetje van de niet klaar eigenlijk. Want ik heb natuurlijk ook heel veel tijd gestoken aan de Filet Fantastic Call. En ook die is nog niet klaar. De call aan zich wel, want alle weken staan inmiddels al lang online. Maar mijn deken nog niet. Maar goed, dat komt vanzelf nog een keer klaar. En ik ga hem zeker afmaken. Ik vind vooral wel deze kleur, die laatste kleur die, waar ik nou mee bezig ben. Het is nog niet de laatste kleur van de deken, want er komt nog één kleur achteraan. Maar deze vind ik een erg mooie kleur. Ik weet niet of die op de video net zo goed uitkomt als in het echt. Maar ik vind hem erg mooi. Ik weet niet of ik hier zo slim ben geweest om er een steekmarkeerder in te stoppen. Ja, jawel. Echt groot. Maar ik vind hem nog steeds heel leuk. En ook heel leuk om aan te werken. Filet Fantastic Call. Call van Keep Calm and Crochet on UK. Vertaald door één mooi gebaar. Link ook maar aan dit filmpje natuurlijk. En dan wat dit hele jaar steeds een terugkerend thema is. De temperatuurdeken. Eerst ook een steekmarkeerder in. Juli begint hier. Dus dit hele stuk is juli.
En zoals je kunt zien zit er één streepje donkerder oranje en één streepje eigenlijk donkerrood in. Dat waren dus echt twee warme dagen. Augustus belooft ook nog een aantal warme dagen, dus wie weet komen de roodtinten nog een aantal keren terug. Maar ik blijf het een grappig effect vinden. Zoals je kunt zien, komt die groene er heel veel in voor. Die kwam hier al stiekem een keertje. Ik denk dat dit dan maart is als ik het zo zie. Het werd toch weer even wat kouder. Wat groen is, als ik even uit mijn hoofd zeg, volgens mij met 20 tot 22 graden. En hier komt langzaamaan ook steeds meer geel erin. Want gelukkig hebben we tot nu toe echt wel een lekkere zomer. Van mij mag ik nog eventjes zo aanhouden. Dus de temperatuurreken, daar ben ik ook helemaal mee bij. Ondertussen 7 maanden al. Dus nog 5 maanden te gaan. Gaat echt wel snel. Ik ben even heel hard aan het denken of ik nou niets vergeet, maar volgens mij niet. Ik heb deze maand vooral heel veel aan die filet fantastic kool gewerkt, want er gaat stiekem toch wel wat tijd in zitten. Ik wil eigenlijk ook heel graag tutorials op gaan nemen, maar tot nu toe kom ik daar niet aan toe. Ik hoop dadelijk in het najaar daar weer wat meer tijd voor te hebben. Dus, nee, ik zie er echt niks meer liggen. Dan denk ik dat ik alles heb gehad. Ik hoop dat je dit een leuke maandvlog vond. Ik wil mijn maandvlogs gaan afsluiten met een vraag die jullie dan hieronder in de reacties mogen beantwoorden. Gewoon om een beetje leuk interactie te hebben. En de vraag voor jullie is, wat is het haakproject? Of een ander handwerkproject, dat kan natuurlijk ook breien, borduren, whatever. Wat is je het handwerkproject waar je het meest trots op bent? Is misschien een moeilijke vraag. Want als ik naar mezelf kijk, ik heb ook altijd iets klaar is van, heb ik toch maar weer mooi gedaan. Maar misschien is er iets bij waarvan jij zegt, daar ben ik echt trots op. Misschien omdat het de eerste keer is dat je die techniek hebt gedaan. Misschien omdat het een project is waarvan je van tevoren dacht, dat kan ik nooit. Misschien omdat je het voor een heel speciaal doel of speciaal persoon hebt gemaakt. Kan verschillende redenen hebben om ergens trots op te zijn. Dus schrijf hieronder in de reacties waar jij trots op bent. En als je dan toch hieronder bezig bent, druk dan ook even op dat duimpje omhoog. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video!